Jan Dorsee, trainer van Ruurlo, teleurgesteld vanmiddag. Zeker, zeker. Heel erg teleurgesteld, heel zuur. Dat je hem in de laatste minuut er de 2-1 tegen krijgt. En dat is balen. Na 10 minuten sta je al op een 0-1 achterstand. Dan heb je, dat kun je wel zeggen, vroeg doelpunt, maar dan heb je ook een lange tijd om te herstellen. Tot midden in de tweede helft, eerste helft bedoel ik, had je het behoorlijk lastig tegen Dolan. Ja, klopt. Ik vond ons niet goed beginnen. En ik vond hun wat feller en wat meer energie in de wedstrijd leggen dan dat wij dat deden. En ik zei van tevoren ook, we weten hoe Delden speelt. Heel fysiek. Heel veel fysiekheid in de ploeg. Heel veel passie en strijd. Daar moet ze het ook van hebben. En dan moet je er wel tegenover zetten. En als je dat niet doet, dan krijg je een hele zware middag. En ik vond ons zeker niet goed beginnen. En ze krijgen één kans en die is gelijk raak. Dus, ja, de voorgaande was Mark de Winkel die geel krijgt. Daardoor ontstond die doelpunt. Ja, nee, klopt. En ze overlappen goed. Ik geloof met nummer 8. Die er overheen dendert, geloof ik. Wie de goal maakte. En sterk inspelen. Het laten vallen. En de beweging van het middenveld eroverheen. Ah, dan lopen we niet mee. Zijn we centraal, zijn we weg. Ja, dan schiet hij goed beheerst binnen. En loop je achter de feiten aan. En tegen een ploeg. Wat totaal inzak op eigen helft en die ons het spel laten maken. En wat totaal niet de intentie heeft om te voetballen. En puur vanuit de omschakeling. Dan weet je dat je achteraan moet. En dan moet je heel veel in je handelingssnelheid zetten. En baltempo. En dat was veel en veel te laag de eerste helft. Tweede helft kom je toch heel goed uit de kleedkamer. Met wat meer aanvallers. Dan valt de 1-1 nog niet. Dan krijgt Delden veel kansen eigenlijk wel op de 0-2. Ja. En dan toch eigenlijk is het dan Bastemaat wie de kwartier wat eind de 1-1 maakt. Dan lijkt er geen foutje aan de lucht en toch ga je verliezen met 3-1. Ja, klopt. Kijk, ik vond wel terecht de 1-1. En ik vond ook wel meer dan terecht dat wij die 1-1 maken. En dat is gewoon heel moeilijk. We moeten heel veel energie erin. Het kostte heel veel energie bij de groep. Zeker ook met warme weer en een ploeg wat inzak. Dan moeten wij het spel maken. En dat kost ontzettend veel energie. Dan uiteindelijk valt toch die 1-1. En dan zit je ook op zo'n moment van wat gaan we doen? Gaan we doordrukken? We krijgen kansen. Als Mark de Winkel hem nog binnen kan schieten op 2-1. Ja, dan win je hem gewoon. Dan heb je een beetje pech. Ja, kun je over dubben. Was het een penalty? Was het geen penalty? Arm van het lichaam. Scheidsrechter zei van ja, waar moet hij hem laten? Er zijn scheidsrechters die leggen hem erop. Ja, goed, dan ga je hem hier gewoon met 2-1 winnen. Nou, dat gebeurt niet. Ik vond helemaal een beetje de wedstrijd van ons vanmiddag een beetje net niet. Iedere keer zat er wel een voet tussen van Delden. Ja goed, en dan ben je één keer het moment kwijt in de zone, aan de linkerkant. En dan zijn we het hele seizoen al zones bewaken. En de bal ligt aan de linkerkant, bij Delden aan onze rechterkant. Ja goed, dan zijn we allemaal gefixeerd op de bal. En vergeten we wat in onze rug gebeurt. Ja, en dan halen ze hem uit. En dan bij de nummer 2. Ja, of het dan een voorzet is of een schot, ja, dat laten we even in het midden. Maar wij moeten gewoon die zones bewaken. En dat hebben we niet gedaan en daar gaan we de Bietenbrug mee op. Ja, als we de wedstrijd in Delden of in Delden er even bij halen, die wonnen jullie met 3-2. Ja. Daar hadden jullie veel meer snelheid voorop. Maar vandaag ook Wiebert Haar, mis je dan die persoon ook? Specifiek? Ja, tuurlijk. Wiebe wist je. En als we Wiebe er vandaag bij hadden gehad, en dat is gewoon een feit, dan die lanceert zichzelf al 3-4 keer. En die creëert uit zichzelf al wat. En je weet, een ploeg die gaat hem ook in de gaten houden. Dus die gaan al 2 mensen aan hem binden. En dan krijgen andere ruimte. Dus tuurlijk missen we Wiebe. Alleen, goed. Het verschil vond ik de uitwedstrijd en de thuiswedstrijd. En Delden heeft zich natuurlijk compleet aangepast. En daar kregen we wel wat ruimtes om te spelen. En ook vanuit de omschakeling. En vandaag was dat absoluut niet. Want ze zakten helemaal op eigen helft in. Volgende week uit naar DTC. Ja, die spelen vandaag gelijk tegen mij, dus. Ja, dat is genoeg. Ja, kijk, zit nog dicht bij elkaar. En ik vind Delden ook gewoon een goede ploeg hebben. En laat die maar lekker bovenin komen. Die hebben wel een periode. Nou, MVV zal kampioen worden. Misschien volgende week al. Dus laten we bij de eerste 4 gaan eindigen. Misschien kun je iets overnemen. En alleen, we moeten DTC niet onderschatten. Want die doen het de laatste weken ontzettend goed. En die winnen vorige week van Delden met 2-0. Nu uit bij Weijen, 1-1. Nou, voor mij de laatste 5 wedstrijden hebben ze de 4 gewonnen en spelen ze nu 1 gelijk. Dus voor ons alle hens aan dek volgende week. We spraken na afloop van Delden tegen Ruurlo, de 1 wedstrijd, spraken we na de wedstrijd met elkaar. Heb ik jou aan doelstelling gevraagd? Bij de eerste 5 eindigen was je antwoord. Klopt.
Dat zit je nog op koers? Ja, ja, natuurlijk. We zitten op koers. En we natuurlijk heel zuur dat je hem in de 88e minuut, geloof ik. Of dat je hem tegenkrijgt. Ergens in de laatste 5 minuten. Terwijl dat je daarvoor misschien via Mark ter Winkel moet je de 2-1 maken. Wel of geen penalty. Heb je een grote kans op 2-1. Ja, en je gaat met 3-1 eraf. En kijk, die laatste goal die tel ik niet meer. Keeper eruit. Hoekschop. Ik vind wel dat Brett Verheijen wel die bal natuurlijk goed weg moet leggen. En dat is wel een moment. Keeper mee. Ja, dan geven we hem op 1,20 meter hoogte. Ja, dat kan natuurlijk niet. Die bal moet gewoon goed voor. Jan, even buiten deze wedstrijd dan. Je zou volgend seizoen hier nog trainer zijn. Maar je hebt anders besloten nu. Ja, klopt. De reden? Ja, ik heb het ontzettend naar mijn zin hier. En een hele moeilijke keuze. En ik heb het ontzettend naar mijn zin. En dit is ook de groep die ik bij elkaar wil hebben. Daar heb ik 1,5 jaar voor moeten doorselecteren. En de club kan met deze groep jaren verder. Moet in de breedte nog wat sterker worden. Maar goed, het is ook mijn derde seizoen. En ik had nog een contract voor een jaar. Ik krijg een kans om bij Concordia Wil te gaan trainen. Dat is ja, met de fiets 10 minuten fietsen en dan sta ik op voetbalveld. Ja goed, ik kan daar een contract voor 3 jaar tekenen. En ja goed, dat is natuurlijk ja, voor mij ook belangrijk. En kijk, dan kan ik nog 1 jaar hier bij Ruurlo, waar ik ontzettend naar mijn zin heb. Maar goed, de kans doet zich nu voor. En er waren ook wel andere clubs, heb ik de club ook kenbaar gemaakt, wat ik niet heb gedaan. Er zat ook een tweede klasse bij. Alleen, ja goed, ik ken Concordia, ik ken jongens daar. En ja, die club die moet weer in de lift, dan moeten we aan het werk daar. En gelukkig heeft Ruurlo mij ook die kans gegeven om te zeggen van, ga dat maar doen. En we gunnen je dat. En,